Dag Walter, proficiat met je overwinning. Dank u. Hoe voelt dat nu om Dressking Limburg te zijn? Dat doet mij heel goed eigenlijk. Als je weet waar ik van kom, ik heb het in het verleden gedaan, dan heb ik een hele tijd niet gedaan. Ik ben er terug tussen beland eigenlijk. En dat je dit dan kunt behalen, dat is een mooi gegeven natuurlijk. Hè. Ik heb er hard voor gewerkt ook. Dus, Hoe lang ben je er nu voor aan het oefenen? Een half jaar. Ja. Terug bezig. En hoe ziet dat in de volgende maanden en jaren eruit? Afhankelijk van ons bureau, Jocelyn, gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn. En van daaruit zelf ook initiatieven nemen om bepaalde doelen te bereiken daarin. Ja, ja, ja. Wat denk je te doen? Nog meer catwalks en zo? Ja, foto's ook. Ja, ja. Ja. Beide. Denk je dat er een markt voor is voor de wat niet jongere man, zal ik maar zeggen? Ik zou iedereen dat aanbevelen, want daar ben ik van overtuigd. Dus wij moeten ook kledij dragen. Wij komen er ook graag mooi voor. Ik denk dat dat duidelijk is voor iedereen die daar interesse in heeft, van toch als ze er goestig bij hebben die weg in te slagen. Dus, Heb je het laatste half jaar speciale dingen voor je lijf en voor je ingesteldheid gedaan? Ja. Ingesteldheid ben ik hier natuurlijk een stukje gegroeid natuurlijk, door ten eerste veel onder de mensen te komen, ten tweede ook de trainingen die we krijgen en ten tweede fitness en veel gaan wandelen. Ja. Ja. Hoeveel ongeveer per week? Fitness, dan moet je toch schatten ongeveer 6 dagen in de week. Wat fitness doe je dan? Ik word wel begeleid, want ik heb in het verleden een paar obstakels gehad met mijn lichaam. En dat is ondertussen vrij goed in orde, maar dus ik word begeleid bij mijn trainingen. Dus dat ik gewoon op alle vlakken aan mijzelf werk. Is het dus een avond partytime, desondanks? Waar is dat feestje? Oké, dat is een goede ingesteldheid. Walter, profiteer er nog van en tot de volgende keer. Ik bedank je allemaal. Dank u.